Iemand van wie je misschien niet verwacht dat hij met techniek en gadgets bezig is, is André van Duin. André heeft Griet meerdere malen ontmoet en zelfs geïmiteerd. Ding dong! Even. Meneer van Duin, goed. Wat leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Geweldig. Nou, lief hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Kunnen we het hier doen, het interview? Ja, het kan, hier op de hoek. Zal ik je daar zitten? Ja, dankjewel. Lukt op uit dan. Met de afstandsbediening. Met de afstandsbediening natuurlijk. Kan zo'n wonderen wereld dit. Ja, het is eigenlijk al een titelaartje. Ja. Ja, het is een prototype nog. Een beetje grote afstandsbediening voor uit een klein apparaatje. Maar het effect is weergaloos. Ja, André van Duin. Ja. Zoals vele mensen ken ik jou als humorist. Mm-hmm. Maar heb je ook iets met wetenschap en technologie? Nou, wetenschap en technologie. Ik gebruik natuurlijk wel veel technologie. Ik ben eigenlijk begonnen met de bandrecorder act. Een bandrecorder is een bandje maken en knippen en plakken. En dan allemaal stemmetjes achter elkaar en stukjes muziek. En daar gekke bekken bij trekken. En dat was eigenlijk meteen de techniek al waar ik mee begon. Dus ik ben wel met de techniek bekend geworden. Je hebt Griet Titelaar geïmiteerd ooit? Je hebt, Ja, wie niet, hè? Het was natuurlijk, nu imiteert iedereen. Prins Bernhard was dus heel een bekende stem die iedereen imiteerde. En Johan Cruijff en Griet Titelaar werd ook door Al-Jan en allemaal natuurlijk geïmiteerd. Omdat het natuurlijk een heel makkelijke man was. Je praat maar een beetje zo en een beetje met een zachte G. En dan een prototype, dames en heren. Dat is heel bijzonder wat ik hier heb. En dat is nog niet voor eerder vertoond. En ik ben ook blij dat ik het kan laten zien, het werk zo. Ja. En dan vooral dat baardje, want door dat baardje had die man een hoofd, dat kon je ook ondersteboven zetten, en bleef het hetzelfde hoofd. Dus het was echt een character, echt een leuke en aardige man. Maar ik heb hem niet zo vaak ontmoet, maar ik heb hem een paar keer ontmoet. En het was wel heel aardig en vriendelijk. Ja? Ja, zeer. En onze kaars is ruimtevaart. Hebben we nu vanavond weer schitterende beelden van de laatste Amerikaans-Russische ruimterace rond de aardbol. En nu reeds kan ik u wat prototypes tonen van ruimteschepen die komend jaar in de ruimte zullen verschijnen. Ik heb hier allereerst een gloednieuw model, het was nog niet eerder op de televisie te zien. Dit is de eerste keer. De Paper Space. Het is een Belgisch ontwerp. Daar moet ik toch even een vraag over stellen. Een Belgisch ontwerp, André. Nou ja, omdat het zo mooi gemaakt is. Zo simpel en eenvoudig. En toch, het werkt gewoon, hè? Dat is het. Ik kan het goed hebben, hoor. Geen probleem. Er is een Belgische ruimtevaartagentschap opgericht dit jaar. Ik stuur de plannen door. Ja, doe maar. Ja, zo kunnen we het gebruiken, ja. Hij leek vrij klein, maar kijk eens wat een ruimte erin zit. Zo hoog het volgende model, dat kent u waarschijnlijk al wel. De Space Shuttle. Deze speciaal ontworpen voor pendeldiensten tussen de maan en de aarde. Hij heeft ooit in een interview gezegd dat hij het een eer vond. Oh, nou, ja. Dat is goed te horen. Ja, hij vond het een eer, want hij zei van, ja, het wil toch zeggen dat je de mensen boeit als je al geïmiteerd hebt. Nou, dat vind ik ook, als je imiteert, dan tel je mee, hè? Het laatste nieuws op het gebied van de mobiele communicatie. Het zal een nieuwe range worden na de autotelefoon. In dit toestelletje zit alles wat je nodig hebt. Er zit zelfs een accu in. En per koerier werd dit voor Wondere Wereld aangebracht vanuit Denemarken. De telecommunicatie wordt dus steeds mobieler. Er zitten ook nog aparte functies in, zoals verkort kiezen en bescherming tegen ongeoorloofd gebruik. Het polshorloge beeldtelefoon is weer een aardige stap dichterbij gekomen. Maar ja, nu met de mobiele telefoon staan we weer zoveel verder. Nou, kun je wel zeggen. Ja. En het gaat nog. Waar dat eindigt met die telefoon, het wordt, ja, dat zeg ik, je kan er nu mee betalen. Hij ziet wie je bent. En je kan hem medisch gebruiken. En dat ding is voor alles. Dus je hebt dadelijk alleen dat ding en dat doet alles. Dus je kan er ook misschien koffie mee gaan zetten dadelijk. Of eieren bakken. Ja, alles is mogelijk. Maar daarom is dat, dat is echt een mega. Maar ik verwacht
Ik kan me niet voorstellen dat er nou zo'n... dat er weer iets uitgevonden wordt wat zo'n evolutie is. Van, zo'n beweging brengt waar iedereen heeft dat ook. Want er zijn geen mensen zonder telefoon. Ja, er zijn wel mensen zonder telefoon. Maar zeg maar, er is niemand die niet zo'n ding heeft of ermee te maken heeft. Dat vind ik wel een enorme omzwaai. Ja. Die we toch zo'n omzwaai of we dat er nog mee maken na de uitvinden van het wiel. Dat was de eerste dan, denk ik. Het wiel, de iPhone misschien toch wel de tweede grote uitvinding. Het wiel, de iPhone. Ja, denk ik wel. Ja, er zit van alles tussen, maar het heeft wel met elkaar te maken. En er is nu toch alweer sprake, in Silicon Valley is er toch alweer sprake van... Wat komt er na de smartphone? Dat ze toch weer verwachten dat over 10 jaar dat we weer iets helemaal anders hebben? Ja, ik zou me niet verbazen, maar ik kan me niet voorstellen dat er iets komt wat zo... Dat iedereen dat heeft ook, weet je wel. De auto, maar niet iedereen had een auto. Of de wasmachine, maar niet iedereen... Ja, nu heeft wel iedereen een wasmachine. Maar dit was echt... iedereen had dat ook. Binnen een jaar had iedereen een telefoon. Eerst nog gewoon een Nokia, waar die een paar dingen kon. Maar toen kwam die smartphone. Nou, jemenezer. Ja, we hebben nog een fragmentje staan. Het meest getoonde wonderenwereldfragment sinds dat de uitzendingen afgelopen zijn. En hij zat ook op Twitter. De laatste, is dat tot op het einde van zijn leven zat hij op Twitter. Oh ja? Ja. En toen reageerde hij telkens, toen dit fragment getoond werd ergens, geachte, het betrof hier een aprilgrap. Groeten, Gretitula. Dus dat bleef hij heel trouw doen, op Twitter eventjes uitleggen van dit was een aprilgrap. Ja. Nee, dat klopt. Nee, dat is goed. Oké. Okay. Ja, de PTT die krijgt ook te maken met hele aparte problemen. In de grote steden is het steeds moeilijker om met de auto ergens te komen. En dus krijgen de eerste heren behoefte aan telecommunicatie op de fiets. Oh, de verbinding is uitstekend zelfs. Je kan je heel goed verstaan. Ja, heel goed verstaan, ja. Het is net of je vlak naast me zit. Nee, ik hoef zelf niet te trappen. Daar heb ik een Belg voor. Een Belg heb ik daarvoor.